Nou maat, wel benieuwd. Ik ben ook wel benieuwd. Karper vissen. Dat is toch niet zo heel vaak? Nee, het is lang geleden dat ik heb karper gevist. Nou, dat is van jou. Ja, maar ik bedoel zo, op helemaal statisch vissen. Dat is toch anders dan Giant Valley, of niet? Oh, mooi. Een bak, hè? Tjoh, niet normaal. Zo, nou op tijd was wat gevangen, Pik. Ja man, het duurt lang. Wat doen we eigenlijk? Dat jij de eerste binnen haalt? Ja, is goed. Hey, gast! Hey. Ja, vis. Ja? Ja, vis. Oeh. Oh. Jutje. Oh, goeie vis hoor. Hij gaat wel door de slip heen. Ja, lekker. Oeh. Wow. Nu komt hij wel een beetje mee weer. Nu al vis. Redelijk vlot. Ja, heel erg vlot. Ja, ik vind het niet echt een hele typische... Nee, hij geeft weinig schokken ook. Ja. Hé, wat komt er aan? Hé? Huh? Wat is dat? Wat is dat? Een bellyboot? Dat is geen vis. Nee, dat is een bellyboot. Doe dat licht erop? Een doos. Ja. Wat is dit? Nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hé, hey, haal hem maar af. Ik ben wel benieuwd, maat, wat erin zit. Is hij zwaar? Nou, dat heeft toch aardig gewicht, ja. Oké. Okay. Dat is wel handig. Hey, daar kunnen we misschien straks wel mee voeren, met die bellyboot. Ja, dat is wel handig. Ik heb nog nooit een bellyboot gevangen, eerlijk gezegd. Nee. We gaan eens even checken wat erin zit. Ja. Ik ben benieuwd. Ga ik hem maar open, meneer. Look out, he's got a knife. Hoppa. Oh? Nee, ik weet het al. Maat, dit is weer zo'n challenge. Echt, dit is weer zo'n challenge. Het is weer zover. Het is wel bijzonder. Elke keer als ik met jou ga vissen. Ja, vorige keer al dat je had gewonnen met die... Het was wel cool dat ik had gewonnen. Nou ja. Maar ja, nee, klopt. Kijk even of er een brief in zit. Oh, die lijkt wel iets... Oh ja. Ja, hier is wel iets. Hey Daniel. Hey. Karpervissen is mega saai. Kost veel tijd en is ook nog eens erg moeilijk, toch? Ja, ja. Ja, zeker. Ik vind het wel moeilijk. Nee, oh, dat hoeft het absoluut niet te zijn. En wij denken dat jij de perfecte persoon bent om dat eens te laten zien. Daarom dagen wij je uit voor de Basics Carper Challenge. Slaag jij erin om 3 karpers te vangen met een totaal gewicht van minimaal 40 pond. Moeten we 3 karpers vangen? Dat is veel. Jeetje. Ja. Oké. En dat binnen 8 uur. Ja. In deze doos vind je alvast de spulletjes die je hierbij kunnen helpen. Wij wensen je veel succes, je vrienden van Korda. Nou, één ding scheelt, we zijn al langs de waterkant. Ja. Ja, dat is op zich wel fijn. We zijn, glijdt bijna uit. We zijn al langs de waterkant. We gaan even snel de hengels klaarmaken. Het is al uurtje of 11. Dus we moeten opschieten. Maar dat betekent dat we tot en met vanavond de tijd hebben om vis te vangen. Tot 7 uur. Dus, ja, het is wel donker. Ja, ja, dan is het net donker. Dan moeten we ook weg hier, want je mag hier niet nachtvissen. We gaan snel onze spullen klaarmaken. En we gaan vissen. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het wel moet lukken, toch? Ja, zeker. We hebben mooie aasjes. Ja joh, er zit van alles in. We gaan eens even kijken wat erin zit. We gaan even de hengel klaarmaken en dan gaan we vissen, maat. Ja, is goed. Nou, we hebben een mooi assortiment gekregen aan spulletjes van de Basics lijn. Het is een nieuwe lijn van Korda. En dat zijn gewoon, ja, eigenlijk de basics, de basisspullen die je nodig hebt om te karpenvissen. En het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn, het hoeft helemaal niet heel duur te zijn. Ik ben wel blij dat ze 2 naalden mee hebben gestuurd, want ik ben iemand die meestal 10 minuten zijn naald kwijt is. Dus dat is top. 2 naalden. Wat hebben we hier? Een LED clip leader. Laat ik zo meteen even zien wat het is. Dat is een visveilig systeem waar dan je lood op komt en je onderlijntje. En dan hebben we hier zo super simpele, maar sterke onderlijntjes. Haakmaatje 6. Ik heb 2 steuntjes gekregen. Ik had natuurlijk ook mijn roppel bij me, dus daar gaan deze 2 piepertjes op. Svingertje erbij. Ik heb wat boilies, lood en ook een nieuwe nylon. Camel Green, 12 pons. Nou, dat is aardig wat trekkracht, 3500ste. Dit is een kilometer lijn. Ik heb geen idee wat dit kost. Dat zal ik nog even opzoeken. Ik zet uiteraard ook in de beschrijving onder deze video alle materialen waar we mee vissen vandaag. Maar dit is de hoofdlijn, die ga ik zo meteen even opspoelen. En dan hebben we hier een tackleboxje. Ik heb geen idee of er wat in zit, maar altijd handig om wat boxjes te hebben. Je kan er nooit genoeg hebben. Even checken. Ja, het is gewoon een handig boxje. Kijk, hier kan je dan je onderlijn in prikken. Van die prikkertjes, loodjes erin. We gaan het bakje zo meteen even mooi indelen. Maar laten we gauw aan de slag gaan, want de ochtend is al bijna voorbij. We hebben natuurlijk weer een hoop voorbereiding gehad en ja, die lange drill, we moeten niet te veel tijd meer verspelen en lekker snel gaan vissen. Zeg Daniel, ja. Hoe maak je zo'n reg eigenlijk? Hoe maak je zo'n reg? Mega simpel. Je pakt je hoofdlijn en die knopen we aan dit liedertje. Het is echt super simpel. Maakt niet uit welke knoop je gebruikt. Je kan bijvoorbeeld een bloedknoop gebruiken of een uniknoop. Ik gebruik even een uniknoop. Nou, deze zit er vastgeknoopt. Pak een schaartje. Knip even de tagend af. Pak even een plat loodgewichtje, want het is hier een beetje een baggerbodem. En dan hebben we hier zo een ledclip. Het is eigenlijk gewoon een stukje plastic waar dan jouw worteltje in past. En dan zit er een schuifje, daarmee zeker je loodgewicht. En dan, mocht je nou vast komen te zitten en je lijn breekt, karper die zwemt met dat lood ergens langs, dan komt ten eerste deze los. Die gaat los van je lijn. En dan kan hij ook nog eens dat lood lostrekken. Dus het is eigenlijk een dubbel veilig systeem. Als je nou een keertje een lijnbreuk hebt, dan zwemt in ieder geval niet die karper rond met een stuk lood in zijn bek. Dat is eigenlijk een beetje het belangrijkste. Dus een haakje is hij zo kwijt. Maar we hebben hier zo'n onderlijntje, mooi kort. Je hebt hier aan de achterkant een clipje. Zet je hem op, trekt hem aan. Haal dat stuk van het lood, klik je er zo in. Je hoort ook echt de klik. En dan heb je hier nog een rubbertje, die gaat over je knoop heen. Over dat metalen hangertje. That's it. Je boilie of je tijgenootje eraan. Je kunt nog gaan met die banaan. Smikkelmix. Wat ga je doen? Even een lijntje uitvaren. Flippers aan. Ja, ik ben natuurlijk geen echte karpervisser. Ik ben een beetje een amateur karpervisser. Maar ik heb wel een fancy voerbootje. Maar die van mij is dan zeg maar iets groter. Oh, zet voor de kant. Hoppa. Doei hè. Doei. Je weet. Wow. Doei. Ik hem natuurlijk even strak draaien. Top, die staat. Hey Daan, ligt hij een beetje goed? Ja, denk wel. Hey. Hey Simon! Hey. Yo. Dag. Hoe is het? Ja, best. Mooi. Jullie dat? Ja, goed. We hebben net al het eerste hengel ingelegd. Mooi. Kijk wat ik bij heb. Wat heb jij mee? Heb je ook een bellyboot mee? Nee, piepensetje. Oh, piepensetje. Ook vissen. Kom je er gezellig mee doen? Ik kom even gezellig erbij zitten als jullie dat goed vinden. Ja, natuurlijk. Ja. Hé, maar wat vind je hiervan? Ik ben al lijn aan het uitvaren met mijn bellyboot. Ja, dit is wel echt... amateuristisch, hè? Ik vind het wel vet eigenlijk. Maar ja, ik leg wel heel secuur mijn lijn uit. Ik weet precies waar die ligt. We gaan de andere lijn nog even ingooien en we hebben Simon erbij, dus het wordt gezellig. Ah, dan gaan die 3 karpers zeker binnenkomen, dat weet ik 100% zeker. Nou, daar gaan we! Voetje mee! Mijn basic range onderlijntje. Wel relaxed hoor, met zijn bellyboot. Eens even kijken. Nou, we hem gaan dumpen. Ik heb hier 2 meter van het riet af. Heb ik een mooi teluutje in het water. Schijnt. Een kuiltje. En dan ga ik hem even op het randje leggen. Het schijnt wel een goed plekje te zijn. Van de ene heb ik een boilietje. Deze heb ik tijgenootjes met een pop-up meisje. Ik heb er wel vertrouwen in. Ook ideaal hè. Zit ik gewoon zonder te flipperen. Flow plus systeempje. Blijft ook gewoon heerlijk als je met je bellyboot vaart. Dat je dan gewoon niet hoeft te peddelen. Dat is echt een luxe hoor. Als je dit moet peddelen dan ben je toch weer 3-4 keer zo lang bezig. Eens even kijken waar ik me ga inleggen. Ik denk dat ik hem hier ga neerleggen. Want die ander ligt daar voor dat polletje. Dan leg ik deze hier zo. een metertje 2, 2,5 uit de kant. Hoppa. Klein beetje voer erop. Dit is echt zat. 1 minute 37 seconds later. Daan, wat gebeurt er? Ja, nou ja, ik heb de hengel net in liggen. Tweede. We hebben al de eerste vis eraan. Gast. Dat is vlot. Dat was snel, ja. Alleen de vraag is, is het een karper? Jij denkt van niet? Ik denk dat het een hele dikke braasem is. Oh. Waar is dit op? Is dit op tijgenoten of die andere? Dit is op een boilie. Nee, karper. Het is wel een karpertje. Wacht, ik pak zelf snel het schepnet. Ja, het is een karpertje. Ja. Binnen 5 minuten. Oh. Hoppa. In het net. Karper in het net. Yes! Nou, binnen 5 minuten, maat. Lekker. De volgende is voor jou. Ja, is goed. Ja, jij was met je drone... Wat ben je aan het doen? Jij was met je drone bezig. En toen ging die al af. Ja. Een beetje zand op de bril. Nou Simon, hey. Voordat je bent begonnen, je wil de eerste binnen. Ja, ik zie het. Ja. Nou ja, dit geeft wel goede hoop, hè. Maar het is natuurlijk wel mooi. Het zonnetje staat erop, windkantje. We gaan hem eens even bewonderen, het visje. Ja. Ja, het is geen reus. Maar het is een leuk visje. Hij is lief. Maar ze zit hier toch wel zeker nou, 6 zo zwaar, denk ik. 7. Ik ga hem even wegen. Want je weet het niet. We moeten 3 vissen, 20 kilo. Inclusief tas. 5,5 kilo. En nou nog de tas eraf. Oepa. Lekker gast. Ja, dat is hier wel de eerste vis. We gaan deze even wegen. Hoeveel is dit? Hoeveel is dit? Bijna 5 kilo. Ja. Nee, je hebt helemaal niet goed afgelezen, gast. Het is 2 kilo. Dat is pond. Oh ja. Oh ja, net zat ik wel naar groen te kijken, maar nu... Oh nee, dus ja, 2,5 kilo. Dus die vis van net, die was bijna 3 kilo. In ieder geval de eerste vis, binnen 5 minuutjes. Snel de lijn weer uitvaren en een nieuwe vangen. Nu hopelijk een grotere. Maar, ik ben blij. Eerste vis binnen. De volgende is voor Alec. Of voor Simon. Oh, Alec! Hij stapt bijna het water in. Kijk, die hengel die ligt nog niet in. En ik zie ineens die hengeltop, wat jij net ook zei. Dus ik zie zo, tjoep, tjoep, tjoep. Nah. Voordat hij piept, had je hem al. Ja. Hoe kan dit? Heel bijzonder. Sterk aan. Een Enzo knolletje is het. Een Enzo knolletje? Ja. Ja, en hebben we ook nog nu Sir Ed bij ons. Zoals Salbee. Het doet zo. Lekker maat. Dit zou wel eens een iets grotere vis kunnen zijn. Ja. Hij is wel iets groter. Kom maar in dat net. Oh. Hey! Nummer 2. Bam! Auw! Oké hoor, dit is al een stuk betere vis. Ja, dit is echt een veel betere vis. Vooral een dik buikje heeft hij. Kom maar omhoog met dat ding. Kijk! Zo. Simon, ga je er eens naslaag. Dit is een betere vis, ja. Super nice. Lekker breed visje, buikje eronder. Ja, snel verwegen. Ja. Maar dit is wel iets beter formaat. Het is precies 10 kilo. Oh. Hij gaat bijna vandoor. Daar gaat hij. Yes. Hoppa. Nice. Hij was 10 kilo, 2,5 eraf, 7,5 kilo. Dus dat is 15 pond. Dus we moeten nog 25 pond vangen, maat. Lekker. Doen we. Ja. Als jij nou even naar de supermarkt gaat, bij die Delkims zitten dus batterijtjes die ik niet bij me heb. Oh. Kun je die misschien voor mij halen? Ja, dan haal ik die eventjes en hebben we nog 2 hengels extra. Of 1 hengel extra. Of ja, dan gaan we 3 hengels. Ja, dan nog 1 hengel extra. Ja, dat moet sowieso goed komen. Nou, volgens mij was je nog ineens terug met van het uitleggen. En daar ging al. Bizar. Ook gewoon, er komt Alec aan, maar ook precies de hengel die ik net uitleg, hè? Ja. Ja. Gewoon de hengel die ik uitleg. Ik had hem mezelf uitgevaren op de baitrunner. Ja, hij lag nog niet eens op de pieper. Nee. Ongekend. Mooi. Ja. Alec, rennen! Oh. Want die hengel van Simon begon net ook te piepen. Echt? Ja. Hier. Simon, wat gebeurt er allemaal? Ja, het is geen monster, maar het is wel, wel lachen. Dat je gewoon... Hey? En wel weer op die boilie, hè? Die gaat als eerste af. Mooi. Ja, lekker Simon. Nou, dat is alweer de derde. Met reus. Ja, hij zit erin. Lekker Simon. Tik hem aan. Super mooi, polderschuppie. Ja, mooi. Er zit ook wel veel op karper in die polder. Ja. Heel mooi gekleurd is hij. Ja. Leuk. Aan de andere kant heeft hij het ook hoor. Ja? Plekjes. Oh ja. Oh, 7 kilo en een half. Dus dat betekent dat hij 5 kilo is. Nou ja, het is nog geen joekel, maar het is er weer één. Hey Simon, knap gedaan. Leuk mooi visje, heel mooi gekleurd. Dan gaan we zo even kijken of we een dikker kunnen vangen. Daar gaat hij. Tjoep. Lekker hoor. Ik heb vis. Ik wil Daniel de hengel eens uitvaren van Simon. En het voelt als een zware vis aan. Je vis, je vis, je vis. Wow. Wow. Tjoh. Carper Service Weyers. Ik heb de lijn van Simon uitgevaren. En terwijl ik begon te varen had Alec beet. En voordat ik terug ben, heeft Simon alweer beet. Hoe kan dit? Echt bizar. Maar dit is ook echt, dit is echt een goede vis dit. Ja? Ja. Simon, wat zeggen we hiervan? Heb ik je lijn goed uitgevaren denk je, of niet? Gewoon vangen. Dit is geen vissen, dit is vangen. Nou, dit is wel heel bijzonder. Ze staan gewoon allemaal dubbel te drillen. Moet je toplood er even afhalen maat, of niet? Hoppa. Lekker hoor Simon. Wat zijn jullie goede vissers? Nee, dit is echt lachen man. Dit vind ik echt leuk. Wie had dat gedacht? Dat wij vanochtend wakker zouden worden. En dan zo lekker relaxed zouden gaan karpen vissen. En dan gewoon serieus elke 5 minuten beet. Bizar. Ik wist ook nooit dat statisch vissen zo... leuk kan zijn. Ja. Ja, en het leuke is, wat ik heel grappig vind. Heel veel karpenvissers vissen alleen in de zomer. Vissen alleen het voorjaar met lekker weer. Nou ja, we hebben nu hè, het najaar, we hebben al nachtvorst gehad. En dan heb je zo'n dagje als vandaag, dat het vanochtend koud is. Het zonnetje komt nu door. En de karpers schuiven zo het net in. Ja, dit is echt te gek. Dit is echt vet. Eigenlijk denk ik dat ik zo meteen Alec maar even laat peddelen. Want ja, ik wil ook wel visie vangen. Ja, we hebben er ook wel een voerboot. Jeetje. Ja, maar die bellyboot gaat wel goed. Als jij hem even in de sling legt snel, dan kunnen we die van Simon even scheppen. Dan mogen jullie op een foto met 2 vissen. Denk je dat hier veel voedsel onder water zit? Die vissen zijn allemaal wel een mooi dik buikje, hè? Hé, hey, toch een baars. Een baars? Karper. Ja, die van jou moeten we sowieso wegen, denk ik. Nou jongens, dat is nog eens gaaf. Kijk eens even, hé. Nou, mooi, hè? Wat vet. Nice. Dit is echt vet. Ja, ik dacht dus dat jij met de bellyboot er doorheen ging. Nee. De lijn, maar dat was helemaal niet. Dat was gewoon vis. Ja, dat kon ook helemaal niet, joh. Ja, je was net de camera pakken om mij te kunnen filmen met de bril. En toen ging je andere hengel, want ik dacht dat ik het legde. Ja, joh. Oh, bizar. Dus, ik moest even 2 vissen drillen. Heel gek. Heel gek. Het was even chaos. Ja. Maar weer 2 nieuwe vissen. Laten we die van Simon snel terugzetten. Die van Alec gaan we verwegen. Nou, bijna 9 kilo. In 2,5. 6,25. Dat is 1. Dat is 2. Hey. Vet boys. Goed gewerkt. Hoe dan? Vind je het leuk? Ja, ik vind het mooi. Gaan we roofvissen? Zullen we eens kijken of we 3 hengels in het water kunnen krijgen? Ja, is goed. Zullen we eens proberen of we 3 hengels in het water kunnen krijgen? Ja, dit is echt niet normaal. Nee, dat is echt bizar. En maar denk je dat het goede boilies zijn of niet? Ik denk dat het wel lekkere boilies zijn. Ja. Ik denk wel, het zijn wel goede boilies hè? Ja. Ja. Ik ga weer even een voermixje maken. Ik zal even laten zien wat ik voer, wat we op de haak zetten. En dan gaan we lekker verder vissen. Maar het gaat goed tot nu toe. We vangen ja, elke keer als we een lijn uitvaren binnen 10 minuten vis. Ik heb een heel simpel voertje. We gaan een beetje het najaar in. Dus je hoeft niet mega veel te voeren. We vissen nu instant. We hebben niet voorgevoerd. En wat ik doe is, ik heb hele zoete bollen gekregen. Even kijken wat voor smaak is dit. High Impact Choco. Ze ruiken zoet. Smaak ook heel zoet. Veel suiker in. Karpers die houden wel van zoet, mais, dat soort dingen. Ik pak gewoon een handje bollen. Doe ik even in een boilie crusher. halveer ik een beetje. Er mag ook een paar hele bij zitten of bijna hele. Hop. 3 kleine handjes bollen heb ik nu. Ik heb een mixje, deze heb ik gisteren gekocht bij de Nipro. Dit is toevallig ook van Mainline, maar deze is lekker zoet. Er zit van alles in, mais, boekweit, ja, ik weet niet wat er nog meer in zit. Maar het is gewoon lekker zoet, het zijn kleine deeltjes. Blijft die karpers altijd lang op hangen. Gewoon lekker een klauwtje van dit. Zo. En dan pak ik nog wat tijgernoten. En die tijgernoten doe ik niet heel, die doe ik ook crushen. Want er komt er echt wat geurstoffen vrij. En natuurlijk is het het beste om zelf tijgernoten te koken en te slijmen. Maar daar hadden wij geen tijd voor. Ik heb gewoon kant-en-klare tijgernoten gekocht. En dat werkt ook gewoon. Even door die crusher heen halen. Ze zijn heel hard. Als je ze zelf doet, als ik ze zelf kook, zijn ze vaak al wat zachter. Zeker als ik ze van Simon krijg. Die is echt de stinkmix tovenaar. Kijk, en dan krijg je een beetje dit. Van die gecruste tijgernootjes. Komt lekker veel geur van vrij. Nou, dit is dan het mixje. Lekker geurig mixje met wat bollen, met wat particles. En dat doe ik per hengel ongeveer één zo'n handje erin. Dat is genoeg om die vis lekker even te activeren. Blijf ze even struinen erop. Super simpel. En dan als haakaas heb ik één zo'n boiletje. Half pop-upje erop. That's it. Meer heb je niet nodig. Gaan ze weer even uitvaren. Kijken of we weer binnen 5 of 10 minuten mee kunnen. Ja. Kijken of we de 3 hengels in kunnen krijgen. Dat zou wel een challenge zijn. Ja, dit is eigenlijk een nieuwe challenge dit. Ja, in plaats van... dat had de challenge moeten zijn van Korda. Probeer 3 hengels in het water te krijgen. In plaats van probeer 3 karpers te maken. Nee, het is gekhuis vandaag. Denk erom, hè. Het is niet alleen een zomervisserij. Zeker ook het najaar. Ook het najaar met dit soort dagen. Dat je gewoon koude nacht hebt gehad, zonnetje erop. Zonnetje op het water. Dan zijn ze vaak in de ochtend nog een beetje passief. Maar als die zon erop komt... Spikkelen! Yes, yes, yes. Zo, we zijn weer lekker bezig zeg. 2 hengels tegelijkertijd die Simon. En daar gaat Daniel. Wat een gek joh. Woe! Yeah buddy! Gekke roofvisser met zijn bellyboot. Ja, die boot hebben we niet eens nodig. Dit gaat veel harder. Privé-voerboot.nl. Woe! Privé-voerboot.nl. Ben jij ook in te huren? Ja. Top! Oh, ik wou net zeggen, het kan ook bijna niet anders. Ik ben net terug. Volgens mij verbeter deze. Ja. Ja. Ik wou net zeggen, van jongens, het is gelukt. We hebben 5 hengels in. Het is dus niet gelukt. Wel lekker. Helaas. Ik dacht, misschien kan ik dan eindelijk vandaag nog een tweede vis binnenhalen zelf. Hier. Yes! Snel. Bedankt Alek dat je even mijn hengel pakte. Yes! Ja, dit is wel vet hoor. Dit is wel echt vet. Het is niet de meest high-tech karpervissen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Karpervis is voor iedereen. En het moet budgettechnisch kunnen. We vissen helemaal niet met dure hengels. We vissen helemaal niet met dure molens. Nou, die basics range is ook helemaal niet duur. Een paar boilies. Zoveel voeren we niet. Een beetje particles. We vangen achter elkaar vis. En we hebben met z'n 3 lol. Daar gaat het om, toch? Ik vind het echt vet. Ik vind het echt heel erg vet. En ik ben benieuwd... Het is zo bizar dat het zo snel gaat. Ja, ik ben echt benieuwd of we vandaag het voor elkaar kunnen krijgen om er 3 tegelijk te vangen. Ja, en wat ik natuurlijk ook nog niet heb gezegd, is dat wij de spulletjes die ik heb gekregen, de voer wat we overhouden, de onderlijntjes en klein materiaal, gaan we natuurlijk weer weggeven. En wil jij die spulletjes nou winnen, dan ga ik in deze video nog wel even vertellen hoe je dat kan doen. Op een simpele, maar leuke manier. Ik denk, Alek, dat we het misschien wel weer even onder jouw abonnees gaan doen. Op zich wel cool. Ja, Alek die helpt mij met deze video steeds. Dus het is misschien wel leuk als we weer even onder zijn abonnees op YouTube dit gaan verloten. Ja. Nou, kom op karper! Het is echt een eind hoor, want we zitten wel 100 meter ver te vissen. Ik zie trouwens dat er lokvoer op het lens zit. Ja, schoon. En een karpertje. En een karpertje. Hoppa! Wow. Ploens! Dit zou hem kunnen zijn. De challengehaler. Dat vind ik wel altijd leuk met karpers. Het zijn sterke vissen. Ze knokken lekker. Ja, normaal is het wel relaxed vissen. Vandaag alleen niet. Ik ben continu bezig. Ik heb nog geen tel op mijn kont gezeten. We hebben nog niet kunnen lunchen. Ja, jammer is dat, hè? Ja, wat een jammer. Dat je gaat vissen en dat je alleen maar vangt. Ja. Ik bedoel, kom hier voor mijn rust. Ja. Stretch is al klaargelegd, maar ja, die hebben we op moeten ruimen. Dat is een leuk visje dit. Dit is een mooie vis ook weer, hoor. Hij zwemt zo net in. Hey! Zo net in, zeg je dat? Wat een mooie vis, hoor. Ja. Ja. Zo dan, wat een bek heeft deze. Moet je eens kijken. Moet je kijken wat een staart er ook op zit. Tjong! Vis is altijd wel schattig, karpers. Echt, echt een vet visje. Echt wel echt leuke, ongeschonden vissen. Uit de polder. Zou ik er nog een fotootje van maken of niet? Ja, vet jongens. Vet hè? Hij is... Ja! 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 Zijn je pak de engel, pak de engel! Snel! Hij was 8,25 kilo. Gaat u meneer Carper? Woe! Ja! Hey. Lekker! Daniel! Ja, ja! En die Sitchman is gewoon weer aan het vangen. Jongen, jongen, jongen! Nee, echt een hardcore karpvisser zullen wel zeggen, ja Daniel, jullie vissen op een knollenwatertje. Of vissen gewoon lekker in de polder. En dat we zoveel zouden vangen, dat had ik niet verwacht. Leuk dat het zo'n sterk visje is. Ja. Nee, is het Sander? Ja. Wee! Jups. Kijk, oma's gehaktballen gemaakt, Daniel. Zo! Mooi visje. Nou, het is echt ongekend. Daniel die vaart daar nog op het water. Daniel is de en Hiro. En ik zie ineens die hengelt op... en we Alek. Tjoep. Die alweer een vis aan het drillen is. En dit voelt wel als een zware vis. Hebben we weer beet? Zo, ben je weer terug? Ja. Het zou toch even gek zijn als we nu ineens de challenge halen. Ik schat de kans zeer redelijk in. Die jongen die dat met die bellyboot heeft uitgelegd, die heeft het zo goed gedaan. Echt jongen. Het is gewoon de helft van de punten hè? Ja, natuurlijk. Dus voor de helft is mijn vis hè. Ja. Kijk, jij kan hem nog verspelen, dat is het enige. Jij bent de cameraman, waarom sta jij te vissen? Ja, weet ik niet. Ja. Ja. Wat is dit nou? Wat is dit nou? Oh! Ja, Simon, pak hem! Yes. Oh. Ja. Wow. Zo, nee, wat is dit dan? Heb je de beer van de put eraan? Die is ook die ene heel ver weg. Dit is die rechterengel, hè? Ja. Simon heeft de beer van de put eraan. Oh, nee! Nee! Ja. Nee! Oh, dit is een echte. Of niet? Vinkt hij nu nog aan? Nee, hij is los, hè? Of niet? Nee. Hè? Dat is heel raar. Heel raar. Of je had een karper met een rietpol en nu heb je alleen nog een karper eraan, dat zou ook kunnen. Ik denk dat je een karper met een rietpol had en nu een karper zonder rietpol hebt. Ja, ik voelde het zo in één keer plonk. Ja, ik zag het ook. Ja, je zag het heel duidelijk. Maar ben jij er al bijna? Ja, het zijn wel afstanden hè, van waar we op vissen, 100 meter. Zou je gewoon even lekker te vissen jongens. Hey. Vergeem joh. Gaat hij weer hoor, we zijn godvergeven. Nee, ik vind het echt leuk. Ik vind het echt leuk, we vangen goed. Materiaal werkt, dat is leuk. Ja, ik heb natuurlijk het materiaal gevangen dus straks. Ja. Ja, dat is... Dit is Carper Teamwork. Ik ga het net weer pakken. En ik blijf nu even op de kant. Ik ga zo meteen met Alek nog een keertje vragen of Alek alle lijnen wil uitvaren. Dat gaan we via de FaceTime doen. Dat is natuurlijk een beetje lastig, want ik heb de stekjes uitgekozen. Dus ik heb mijn marker points. Maar ja, er zit hier wel wat vis. Dus ik verwacht dat het wel goed gaat komen. Ik ga Alek zelf even het net geven. Dan ga ik mooi filmen hoe jullie de vissen binnenhalen. Yes! Yes! Kijk, het is Schubbert, de schubkarper. Super goede karper. Ja, die linkerengel heeft beet. Oh joh! Alek, help! Ja, ik doe eens naar die karper. Doe hem in de sling, we hebben eigenlijk de triple hook-up. Ah. 3 tegelijk! De Simon komt er straks ook bij, we hebben straks 3 vissen in de sling. We moeten misschien even vragen aan die meneer. Of die ons straks even wil filmen als we er 3 hebben. Hij is op de vissen. Oh, mooi. Oh, Jutje. Kijk hem gaan. Heb je hem nog? Nee, hij is los. Niet. Ja. Oh, hij is los. Yes. Nou, maat. Binnen. Hoppa. Hop. Sjoe. Het is niet de eerste keer vandaag. Hey. Zo, elke keer weer deze jongens. Samen weer. Fuck. Ja, mooi hè? Perfect. Nou, snel even wegen. Ik ben blij jongens. Ik denk dat we de challenge hebben gehaald, of niet? Ja, dat moet toch wel. Zou je wel zeggen? Moet wel. Tjoh. Heel bizar dit. Ja, bijna 9 kilo. 6,5. Dan mag hij terug. Hebben we het gehaald of niet? Dat betekent dat we het hebben gehaald jongens. Super nice. Hey. Carp, joh. Ja, mooi visie. Adios. Ja, precies. Hey, Alec. Hey. 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 Hey, als jij nou even die lijn uitvaart, daarheen, dan helpen wij jou. Ja, dat is goed. Oké, top. Als jij mij een lijn aangeeft. Ja, het is heel gek dat we het dubbel horen. Ik hoor het allemaal dubbel. Ik word helemaal gek. Lekker hè? Kijk, en nu blijf ik gewoon lekker op de kant staan met Simon. En dan kan Alec gewoon continu lijnen uitvaren, want ik weet al hoe dat gaat. Dan hebben wij alleen maar beet. Oh ja, hoort ons nog. Ja, shit. Even vergeten. Dat is slecht. Oi, oi, oi. Hallo. Ja, oh, jezus. Ja, je hebt er goed uitgevaren, Alec. Ja. Ik kom aan, alle engels laag uit. Was je al terug, Alec? Ja, ik kom net terug. Hier hebben we. Ja, goed uitgevoerd. Ja, we hebben vis. Ik heb ook echt gewoon een Carper outfit aan jongens. Kijk al, gewoon hè, trainingsbroekie. Zo'n comfortabele hoodie. Ik voel me echt een Carpervisser vandaag. Eigenlijk camouflage moeten zijn, maar toch voel ik me een Carpervisser vandaag. We vangen goed op ons materiaal wat we mee hebben gekregen. Hebben we gelijk goed kunnen testen. Nou, jullie hebben ook kunnen zien dat het goed werkt. In het najaar ook gewoon prima een Carpertje kan vangen. Als je een beetje licht voert, goed stekje uitkiest en met je bellybootje lijn uitvaart. Ja! Ja, linkerengel. Draai. Rustig. Hier, dit is... Ja. Gasten. Ja, we hebben toch zijn we het wel? Dit is zo raar gegaan. Wauw. Alles wat in elkaar geknoopt. Nou, die hebben we. Dat is één. Als jij dan nu nog even een... 25 pons vol schubspiegel vangt. Albino. Kooi. Prachtig laatste visje van de dag. Eén de laatste, voor mij de laatste. Tenminste de laatste karper van de dag. Hij zal meteen nog een zoekbaars vangen. Superleuk. Super nice man. Superleuk. Zo. Yes. Lekker maat. Oh. En hier is Simon nog steeds aan het drillen. Ja. Oh. Oh. Ja. Mag ik hem binnenhalen? Mag ik die binnenhalen? Ja. Hier, hou vast. Wacht. Ja, draai. Heb jij dan eindelijk toch eens een goeie eraan? Een dikke beer. Ik kom gewoon heel rustig mee. Hier. Deze praten volgens mij. Ja! Laatste vis van de dag gebrazen. Nice. Je witvis netje. Ja. Nou, ik snap nu wel waarom Alec hem eerder binnen heeft. Ah, los. Oh, hij is al los. Hij blijft hier gewoon drijven, hè? Ja, dan gaat hij weg. Hé, hey, Alec. Gefeliciteerd, man. Met wat? Met de brazen. Ik heb nooit de brazen gehad, hoor. Hij is sterk, deze. Deze heeft een fobie voor netten. Nou, daar komt hij aan. De laatste vis van de video. De laatste karpert. Voor Simon van vandaag. Het is iets van de 13e of zo? Ja, ik weet het niet eens meer. Yeah! Yeah! Zo. Nou. Mooi afsluiter. Zeker. Laatste vis van de dag. Wat een vis joh. Sterk dat hij was. Ja, hij is niet groot, maar hij is wel sterk. Ja, 9,5 ongeveer. Later. Doei. Nou, let's go opruimings. We hebben het gehaald. We hebben het gehaald, dames en heren. De challenge is... Voltooid. En dat betekent, we gaan het weggeven. We gaan het klein materiaal, de boilies en spullen en zo, die we hebben gekregen, weggeven. Wil je die winnen? Abonneer je dan even op Alex zijn YouTube kanaal. Like even de video van maandag van Alex. En dan gaan we onder de video van maandag ook even bekendmaken wie de winnaars zijn. Alex zal dit vastpinnen in de reacties. Dus als jij bent geabonneerd en jij bent abonnee van Alex, dan kan je dus kans maken om te winnen. Voordat we weggaan nog één dingetje. Ik zet uiteraard hieronder in de beschrijving alle materialen die we hebben gebruikt. Check het even. En ik zet ook even de prijzen erbij, zodat jullie weten, hè, als jullie met dit materiaal willen vissen, wat kost het. Maar ik moet zeggen, we hebben vandaag erg goed gevangen. Een stuk of 13, 14 karpers. Ja, volgens mij heeft het materiaal zich bewezen. Dat wilde ik nog even zeggen. We zien jullie graag aankomende zondag om 7 terug. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. De mazzel. Lekker te eten. Ja, Alex had net een paar van die zoute stengels gehaald. Nou ja, een beetje Indo-vergis, wat saus in. Ja, zo, je kan lekker dippen. Weet je hoe Simon het ongeveer doet? Zeg maar zo. Gast. Vernietiging. Jongen. Het is net als dat je zo'n Doritos wil pakken en zo wil dippen en dat hij daar zo afbreekt aan het begin, dat dan die hele chip zo in je guacamole ligt. Nee, dit is gewoon dat je een Dorito pakt en hem eerst helemaal fijn knijpt en dan gaat het proberen te dippen.